Goed, we zijn gisteren natuurlijk gestart al met het thema Amazonia, wat dus past bij het SE-gedeelte. Deze paragrafen horen niet bij het CE, maar wel bij het SE. En ik heb even gekeken van wat zijn nou de bedreigingen die het Amazonegebied kent. En ik ga met jullie kijken naar de oorzaken voor de snelle ontbossing van het gebied, want je ziet heel sterk dat er een soort golven zijn waarbij er sprake is van ontbossing. Wat zijn de gevolgen van die ontbossing voor het landschap en het milieu? En vervolgens welke partijen daar dan het meest onder lijden? Dat noemen ze dan in het boek de verliezende partijen. Het allerbelangrijkste is dat de oorzaken voor de ontbossing zijn het ontginnen van het gebied. En in je boek staat een dergelijke grafiek als ik hier ook onder in beeld heb geplaatst. Alleen is het verschil dat deze doorloopt tot 2023. Nee, dat zeg ik niet goed. Kijk, 1921 tot 2022, dus tot dit jaar. Die in je boek loopt gewoon tot 2015, dus die loopt heel erg achter. Nu is het zo dat je ziet dat er een soort trends gaan zijn. Steeds naar het laatste jaar lijkt er wat minder gekapt te worden. Behalve in de laatste kolom, zeg maar. Daar zie je een extreme snelle groei. En dat is opmerkelijk, want de huidige president Bolsonaro, die is al sinds 2016 aan de macht. Of 17 in ieder geval, in het begin van deze grafiek. En dus nu zie je een enorme groei. En dat komt omdat hij heeft aangegeven minder op te treden tegen bosbranden, zeg maar. Nou, waarom vinden die bosbranden daar nou zo massaal plaats? Boeren zijn op zoek naar nieuwe landbouwgrond. En het gevolg is dat bomen worden verbrand, zodat dus de grond vruchtbaar wordt. Want hè, zoals ik jullie heb verteld. Wat een herrie. Zoals ik jullie heb verteld, is de bodem in het Amazonegebied niet echt vruchtbaar. Hè, er ontbreekt koolstof in de bodem. En de boeren verbranden dus bomen, zodat er koolstof vrijkomt en dat kan dan weer gebruikt worden als meststof in de bodem. Een ander heel belangrijk punt is dat de bevolking in Zuid-Amerika en over het algemeen natuurlijk nog sterk aan het groeien is. Dus hout is belangrijk voor bijvoorbeeld de bouw. En ook dat draagt bij aan dus, de ontginning en dus de ontbossing van het Amazonegebied. Er zijn natuurlijk ook andere oorzaken te vinden voor ontbossing. Als je het hebt over ontginning in het algemeen, betekent dat eigenlijk niets anders dan in gebruik nemen van een bosrijk gebied. Maar mijnbouw is bijvoorbeeld ook een ontginningsbasis. Ik ga eventjes hier iets aan doen, sorry. Mijnbouw zorgt er natuurlijk voor dat je infrastructuur moet aanleggen. Dus er moeten routes aangelegd worden naar de plekken waar de mijnbouw zal plaatsvinden. En daarvoor wordt infrastructuur aangelegd en dus bomen gekapt. Op de foto linksonder zie je mooi een gedeelte van het Amazonegebied waar aan de rechterzijde dus inderdaad kap heeft plaatsgevonden en aan de linkerkant nog niet. En die weg is dan ook wat ze noemen je ontginningsbasis. He, vanaf die ontginningsbasis heeft men het Amazonegebied in gebruik genomen. Energie wordt ook zeg maar als oorzaak gezien voor de ontbossing. Waarom? Er worden bijvoorbeeld stuwdammen aangelegd en die stuwdammen die zorgen er natuurlijk voor dat er energie wordt opgewekt. Maar goed, om een stuwdam te bouwen moet je ruimte hebben, dus worden ook weer bossen gekapt. En de infrastructuur, die noemde ik al. En ik heb gekeken of ik een kaart kon vinden, maar dat was lastig. Toen vond ik in een krant. Een Braziliaanse krant, een artikeltje uit 2011, althans is het kaart uit 2011, en die laat heel mooi zien wat er allemaal aan infrastructurele projecten op stapel stonden. En als je goed kijkt, zie je steeds aan het einde van de rivier allerlei stuwdammen afgebeeld. En wat opvallend is dat er dus infrastructuur is aangelegd. Richting die dammen. En in de legenda staat het ook aangegeven dat zijn dus wegen. En
De donkerrode lijnen zijn spoorlijnen. Dus dit zijn dus aangelegde trajecten, zou je kunnen zeggen. Die oranje pijlen geven weer aan welke richting zeg maar, de energie opgaat. Dus waarvoor zijn ze bedoeld. Heel lang is de ontwikkeling van Brazilië voornamelijk aan de kust geweest. En dat zie je ook aan de aanwezigheid van al die steden, hè, langs de kust. En pas nu, veel later, is men begonnen met het ontginnen van het binnenland. En het gebied op de kaart, zeg maar, is 5,2 miljoen vierkante kilometer groot. Dus dat is enorm. Het is een enorm groot gebied wat dus ontgonnen wordt. Directe gevolgen van ontbossing zijn verdroging, landdegradatie, afname van de biodiversiteit en veranderingen in de koolstofkringloop en waterkringloop. Verdroging, doordat zonlicht de bodem kan bereiken en daardoor dus meer verdamping kan veroorzaken. Landdegradatie door overmatig bodemgebruik. De afname van biodiversiteit door bijvoorbeeld het uitsterven van bepaalde planten of dierensoorten. En verandering in de koolstofkringloop heeft natuurlijk te maken met de opname van CO2. We gaan deze vier even langs. Wat je ziet op deze foto is wederom een gekapt gedeelte van het Amazonegebied. Bomen houden water vast en de grond vast, maar zorgen ook voor dat er vocht vanuit de bomen weer de atmosfeer in kan, waardoor weer nieuwe regenbuien kunnen ontstaan. En nieuwe regenbuien zorgen weer voor neerslag. En dus vocht in de bodem. Door kap verandert die waterbalans, want er is minder verdamping vanuit de bomen. Maar veel meer vanuit de bodem. En die bodem die zal uitdrogen. En zoals jullie weten is die toplaag dun, die vruchtbare laag. Dus die zal wegspoelen met als gevolg dat landdegradatie ontstaat. Wat ook wel gebeurt is dat men dit soort gebieden gaat inrichten voor bijvoorbeeld sojateelt. En als dat gebeurt, betekent het dat ze vele jaren achtereenvolgend alleen maar soja telen op zo'n locatie. En dat is wat je noemt een monocultuur. En dan denk ik van, goh, maar dat is toch goed, dan groeien weer planten en het is groen. Ja, maar als een plant groeit, heeft die voedingsstoffen nodig. En verbouw je maar één soort plant, dan betekent dat dat je eigenlijk bepaalde stoffen alleen maar uit de bodem haalt. Nou, dat is negatief. Want die bodem zal daardoor dus uitgeput raken op specifieke mineralen. Plus dat als die sojaplanten zeg maar doodgaan of bladeren laten vallen, dat de nieuwe laag humus wederom alleen maar bestaat uit één plantensoort. Dus het wordt heel erg eenzijdig. En daardoor gaat de kwaliteit van de bodem ook achteruit. Nou, dan de biodiversiteit, zoals ik jullie eerder al heb verteld, is er sprake van die microklimaten. Ik had die verschillende etages laten zien in de tropische regenwouden. En iedere etage heeft zo zijn eigen plant- en diersoorten. En door kap van bomen verandert dat natuurlijk. Want bepaalde dier- en plantensoorten die kunnen migreren, maar bepaalde niet. En die zullen dus uitsterven. Dat heeft dan weer voor effecten voor de voedselketen. Want juist die voedselketen zorgt ervoor dat er verschillende soorten planten en dieren voorkomen in een bepaald gebied. Nou, op den duur tast je het natuurlijke evenwicht daarin dus aan. Je kunt ook nog zeg maar wel aan ontbossing doen, maar dan dat er minder invloed uitoefent. En ik heb vier verschillende soorten. Deze wordt niet expliciet in je boek beschreven, maar het lijkt me zinvol om ze te kennen. Waarom? Je kunt ze als argument gebruiken van hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat we het Amazonegebied wel kunnen ontginnen, maar er ook voor kunnen zorgen dat het straks niet helemaal verloren gegaan is. Nou, de slechtste manier is kaalkap. En dat zie je bovenin de foto. Daar is een gebied compleet ontdaan van alle begroeiing. En compleet omgeploegd ten behoeve van bijvoorbeeld mijnbouw.
En er ontstaat dus lege vlakte. En ofwel voor mijnbouw ofwel voor plantages wordt het hier in gebruik genomen. Dieren verliezen hun leefgebied. En het gevolg is dus heel groot. De soort zou technisch gezien kunnen uitsterven. Bij conventionele kap gaat het juist om de bomen. Dus om bomen die commercieel aantrekkelijk zijn, die dus geld opleveren. Nou, als je bomen gaat omzagen, zorgt dat voor schade aan de bodem en de vegetatie. Want het kan leiden tot erosie, waar we het eerder al over hebben gehad. En die hoge bomen, die grote exemplaren van 60 meter hoog, die zijn natuurlijk essentieel voor bepaalde diersoorten die ze gebruiken, bij wijze van spreken een soort uitkijkplek om naar een ander gebied door te kunnen trekken. Dat heeft weer direct gevolg voor andere planten en diersoorten die vertrekken uit het gekapte gebied, simpelweg omdat er geen levensmogelijkheid meer voor deze soorten is. Vergelijk wel even de bovenste foto met die onderste. Je ziet een duidelijk verschil. Hè? De onderste foto is nog wel wat groen. En dat zijn met name de hoge bomen die verdwenen zijn. Je hebt ook nog selectieve kap. En bij selectieve kap gaat het om het beperken van de schade. Per hectare halen ze niet alles weg, maar een beperkt aantal bomen. En er worden maatregelen genomen om de schade te beperken. Dus de wegen worden niet al te breed. Bruggetjes over het water, dus niet rivieren afgedempt. En het bos kan blijven verstaan en door natuurlijke verjonging, wat wil zeggen dat er dus nieuwe bomen onder komen te groeien, kan een gebied zich weer ontwikkelen. De beste manier is verantwoord en dat betekent vaak dat je een bos moet aanplanten, zoals we dat in Scandinavië doen en ook in Nederland. En het lijkt voor een deel op die selectieve kap. Maar er worden heel veel ecologische en sociale eisen gesteld. Dus het mag niet ten koste gaan van de biodiversiteit. En dus de levenskwaliteit van planten en diersoorten. En dat is iets wat in het Amazonegebied helaas nog niet gebeurt. Men probeerde het wel. Maar de huidige president Bolsonaro heeft aangegeven dat daar niet zijn, je zou kunnen zeggen, interesses liggen. Dan de voorlaatste dia, we zijn er dan al bijna doorheen, wat ik al zei, het was niet een hele lange uitleg vandaar dat die wel digitaal kon. Er zijn natuurlijk bij ontbossing altijd verliezende partijen. En buiten dat de natuur, zeg maar, onherstelbaar beschadigd raakt, raken ook de inheemse stammen hun leefgebied kwijt. En die mensen die wonen in gebieden die al misschien duizenden jaren voor hun van groot belang zijn geweest, een soort heilige grond. En als daar dan ineens bulldozers doorheen komen, zoals je op de foto kunt zien, die alles afbreken, dan is dat alsof jij woont hier in de stad, in jouw eigen huis, alsof er ineens iemand met een bulldozer zegt, nee, kom maar je huis afbreken, want er wordt hier een weg aangelegd. En daardoor moet je hele familie verhuizen. Dat is iets wat je niet wil. En op het kaartje zie je het ook nog een keer terug, want wat gebeurt er nou allemaal? Dit is dus het hele Amazonegebied, hè? Omcirkeld Amazonia. Je ziet gebieden, heel veel gebieden met ernstige ontbossing. Je ziet de lichtroze of lichtpaarse gebieden, gebieden met druk van ontbossing. De paarse kleine stipjes zijn mijnbouw. De donkerblauwe vlekken zijn potentiële gebieden voor mijnbouw. De lichtblauwe, daar hebben ze waterkrachtcentrales aangelegd. De gele gebieden zijn de plekken waar al olie gewonnen wordt. En je ziet eigenlijk iets gebeuren dat we in Amerika ook kennen. Dat het inheemse grondgebied wordt teruggebracht tot een soort reservaten. Met alle gevolgen van dien. Die mensen zijn hun leefgebied kwijt. En van het oorspronkelijke Amazonegebied blijft niets over. En dan denk je van ja, dat is een negatieve invloed op de groene long van de wereld, hè, er wordt zoveel zuurstof geproduceerd. Daar kun je niet tegenop bomen aanplanten. En daarnaast is het ook een essentieel gebied voor de bevolking. Dus de verliezende partijen zijn groot. En op den duur verliest de hele wereldbevolking hier dus aan. Omdat een belangrijke, nee, dus ik zou bijna zeggen, een airco van de wereld
stopte bestaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Goed, dit was hem. En ik hoop dat je een beeld hebt gekregen van de essentie van wat er in het Amazonegebied gebeurt. Er wordt online, in social media en op het nieuws, maar heel erg weinig aandacht besteed aan wat er daar allemaal gebeurt. Af en toe hoor je wel iets over Bolsonaro en zijn gedrag. Maar realiseer je dus wat de effecten daarvan zijn en het nut van bomen. En iets wat mij dan weer opvalt, dat wij in Nederland bomen ook niet als belangrijk beschouwen. Denk heel even aan, stel je voor je zit in lokaal N116. Je kijkt naar buiten en dan zie je naast de school een enorme bouwplaats liggen. Waar men appartementengebouwen gaat neerzetten. Maar daarvoor wel alle bomen heeft gekapt. En zelfs dat heeft invloed op de directe leefomgeving van plant- en diersoorten die wij in Nederland kennen. Dus ook hier in Nederland gebeurt ontbossing. Op een andere manier, weliswaar dan in het Amazonegebied, vanwege woningbouw. Maar ook dat zorgt er dus wel voor dat de natuur wordt aangetast. Goed, dat was hem.